Wij hervatten de vergadering met het college beantwoording tweede termijn. De heer Verspuy. Voorzitter, dank u wel. Even kort de openstaande punten nog langslopen. GroenLinks komt met een aangepaste motie over energie-neutraal bouwen in plaats van gas. In eerste termijn heeft het college gezegd van dat het oordeel raad is. Heeft daar wel een aantal opmerkingen bij gemaakt. In de optiek van het college is er geen noodzaak om ons oordeel daarover aan te passen. Het blijft oordeel raad. De beweging landelijk is er enorm richting energie neutraal bouwen. Dus dat ondersteunt ook de landelijke beweging die plaatsvindt. En het jaartal wordt genoemd is volgens mij veilig genoeg om die ambitie uit te spreken. Met betrekking tot de Partij van de Arbeid over de motie van de payrollconstructies. Wij bedoelen nu inderdaad hetzelfde, dus ook de sociale lasten. Het antwoord erop is ja. Dus ook hier blijft het oordeel van het college hetzelfde. Dat was oordeelraad en dat blijft oordeelraad. Sociaal Tiel over de pijplijn, zullen we maar zeggen. Misschien dat ik kan helpen op twee manieren. De meest actuele onderzoeken die er lopen, of tenminste die de Raad ook in gang heeft gezet, middels moties en amendementen, daarvan doen we twee keer per jaar verslag. Bij de voortgangsrapportages voorin staat een heel overzicht van wat de stand van zaken is van de moties die nog openstaan. Dus ik denk dat dat een goed beeld geeft van de actuele stand van zaken met betrekking van dingen die nog openstaan. En het tweede is, en dat zijn dingen die dan langer geleden beslist zijn. Ik denk dat het goed is om, we hebben nu LIAS, de digitale versie van de begroting. Daar zijn we mee begonnen om die te vullen. Bij ieder programma staat het actuele beleid. Dus alle actuele beleidsprogramma's, actieplannen, plannen van aanpak, nou gaan ze maar door. Die staan genoemd in een lijst. Dat we die zoveel mogelijk ook digitaal beschikbaar maken. Met andere woorden, dat als je in die begroting aan het grasduinen bent en er wordt naar beleid verwezen of er staat bij ieder programma even een lijstje met wat het laatst actuele beleid van de Raad is. Als je daar op klikt, dat je dat beleid meteen tot je krijgt. Anders creëren we denk ik een nieuw moloch, een supernota van alles. Nou, daar valt geen nietje doorheen te slaan, zullen we zeggen. Dus ik denk dat dit de meest praktische oplossing is om u dan zo snel mogelijk op de hoogte te houden van het actuele beleid wat er is, door bij de begroting dat digitaal beschikbaar te maken. Maar goed, dat is even nog de ingroeien natuurlijk en kijken wat daar de technische mogelijkheden in zijn. Dat waren de vragen die voor mij opstonden. Dank u wel, wethouder Melissen. Ja, dat was de vraag die ik vergeten was, namelijk over de jongere coaches en de minder doorverwijzing naar Mozaïek. Ja, de reden is, laat ik het even anders zeggen, we hebben nog steeds dezelfde criteria. We hebben voldoende geld. Met andere woorden, er is geen enkele belemmering om door te verwijzen. Er zijn wel minder doorverwijzingen en in ons ziens komt dat doordat er op dat moment minder reden is tot doorverwijzing. U legt specifiek de relatie met Rivierland samen. Ja, wij zien niet 1, 2, 3 in verband met een mindere vraag. Maar als we dat even zeker willen weten, dan moet ik daar echt nog even aan de bak om dat verhaal fijn voor u uit te zoeken. Maar wij hebben op dit moment niet echt een zorg hierover. Dank u wel, wethouder Driessen. Voorzitter, dank u.
Met betrekking tot het gezondheidsbeleid, wat ik straks opgesomd heb, is inderdaad de acties die wij hebben gaan uitzetten volgend jaar. En dat gaan we ook halen, zoals al eerder vermeld. En dat hebben we nodig om het nieuwe beleid verder vorm te gaan geven, gekoppeld aan de meest actuele cijfers, ook op wijkniveau. Die acties zijn ook terug te vinden in de begroting. Meetbare doelen voor 2017 verder hebben wij op dit moment niet opgenomen. Dat zouden we eventueel wel bij behandeling in de Raad, als u daar behoefte aan heeft. En ze zijn haalbaar, zouden we dat wel kunnen toevoegen natuurlijk. Maar op dit moment hebben wij niet opgenomen voor 2017. Dan het sociale wijkteam. Ja, dat gaat geld kosten. Kost het dan nu niks? Nee, dat ga ik absoluut niet zeggen, want het kost nu ook geld. Wat ik bedoel heb te zeggen van, doe nu geen uitspraak om nu te zeggen van het gaat een sociaal wijkteam worden. Maar koppel het aan, aan het rapport wat we straks, conform de afspraak die we met z'n allen gemaakt hebben. Om dan te kijken van, waar hebben we het over? Wat is de gewenste vorm, hè, want daar komt er dan uit, als het portaal goed is, dan zou dat een oplossing kunnen zijn. Is het portaal niet goed, dan kunnen we verder gaan kijken rondom het sociaal wijkteam. Ik kan u wel zeggen dat, en dat is een verwachting, je bent zo 900.000 tot 1 miljoen euro verder. En dan kun je beter aan de hand van een breder verhaal, dus de uitleg rondom de portalen, wat de mogelijkheden zijn, de kansen en de bedreigingen. Dat is mijn bedoeling geweest van, plak hem daaraan om de discussie zuiver te voeren. Iets verder, niet zo dicht erop. Ja, nee, je hoort heel. Gewoon, ja. Gewoon. Je moet wel praten, maar niet zo dicht erop. Het is nooit goed of het deugt. Ik heb een zachte stem, zeggen ze altijd. Ja, hoe inzet bij de Gelderse Corridor? Ik blijf wel bij hetgeen wat ik straks aanhaalde van we moeten denk ik op die manier samen gaan doen. Ik kan u zeggen dat er hard gewerkt wordt op het ogenblik om zoveel mogelijk vanuit mee te krijgen. Enerzijds vanuit de provincie, maar juist ook vanuit de centrale overheid en we willen zelfs richting Brussel gaan wat dat betreft. Dat vraagt ontzettend veel energie en ontzettend veel samenwerking. En samenwerking is dan niet alleen binnen de gemeente. Want zoals u allemaal weet is de Gelderse Corridor, de gebiedsopgave, want dat moet ik eigenlijk zeggen. De gebiedsopgave wat voor onze regio Gelderse Corridor is. Is totaal anders dan stads- en regiocontract. Dit is echt, daar moeten dan projecten komen. En dan moet je met anderen gaan samenwerken. Dus niet alleen maar Tielse projecten. Het is echt ook in het belang, en dat wordt ook gezien vanuit de provincie, het belang van de Gelderse Corridor eigenlijk over die drie deelgebieden. Waarbij wij ons toch blijven concentreren om die herkenbaarheid te houden voor het Rivierenlandse. En dan kun je eigenlijk zeggen van we gaan dan ook voor het totale belang, want het regionale belang is automatisch ook voor het Tielse belang. U noemde straks een AB-lid, even wellicht in herinnering en anders bij deze, dat er met betrekking tot die gebiedsopgave is er een stuurgroep geformeerd, zijnde de voorzitters van de speerpunten. En onze voorzitter van de regio, toevallig ook burgemeester van Tiel. En mijn persoontje, wij komen periodiek bij elkaar om constant die belangen af te wegen en die stappen te bespreken wat we moeten doen. En dan weer even terug naar de eerste termijn. En wellicht moeten we daar een wat strakkere aansluiting proberen te vinden met u als raad. Om te kijken wat strategisch dan slim is om op het juiste moment een partijlijn of anderszins stappen te gaan ondernemen. Dan de opmerking van GroenLinks. Ik wil u even meenemen naar de werkelijkheid van vandaag. Dat we niet alleen concentreren op die 110% van de bijstandsnorm. Het kan best zijn dus dat mensen die een behoorlijk inkomen hebben, in aanmerking komen voor die ondersteuning. Als ze bijvoorbeeld kosten hebben die hoog zijn en daarmee de financiële draagkracht te boven gaat. Ik blijf er wel bij, zoals in het begin aangegeven, we hebben het nu gelegd op 110%. Als u straks als raad vindt dat we het hoger moeten gaan leggen, uiteraard zijn we daartoe bereid. Alleen, hoe hoger, hoe groter het budget zal moeten zijn. En dus daar moeten we een verantwoorde discussie over voeren. Dit even als reactie, voorzitter. Dank u wel. Nog twee dingen. De heer Gradissen. Ja, excuses, ik was nog even op aan het
nadenken over een opmerking over die sociale wijkteams. Want u bedoelt denk ik de evaluatie van de portalen. Maar waarom zou het niet kunnen dat we de evaluatie van de portalen krijgen en daarnaast een soort van inzicht van oké, u kunt doorgaan met de portalen, u kunt ook kiezen voor sociale wijkteams, maar dat betekent dit en dit. Volgens mij hebben we dan ook, kunnen we als raad daar ook een goede keuze in maken. Volgens mij zit ik ook dan in de lijn van de motie die OD16 heeft ingediend. Nou heb ik de laatste passage van de motie niet in mijn hoofd zitten. Ik heb die gelezen als eigenlijk absoluut de oplossing zou zijn het sociale wijkteam. Maar dat kan ik te zwart-wit gelezen hebben, maar zo heb ik hem wel gelezen. Is het nuttig misschien dat ik hem even toelicht in dit stadium of is dat niet wenselijk nu? Dat is prima. Kijk, de insteek van deze motie is dat we mijns inziens uiteindelijk moeten komen. Als we hebben allemaal onze mond vol van het wijkgericht werken, gezondheid, sociale zorg, alles dicht bij de inwoners in de wijken. Om dat te bereiken zal je uiteindelijk moeten komen tot integraal wijkgericht werken. Waarbij dus alle instanties die met zorg en welzijn te maken hebben samenwerken. En die moeten heel nauw samenwerken. Die moeten niet vanuit een verkokerde structuur samenwerken. Dus je zal uiteindelijk tot een bepaalde vorm van sociale wijkteams moeten komen. Nou, dat is een van de dingen die je dus kan gaan onderzoeken van... Dat is het doel wat we willen bereiken. Hoe die teams er precies uit moeten gaan zien, dat moet je gaan onderzoeken. En daar heb je tijd voor nodig. Daar zullen de spelers in het veld ook allemaal wat van vinden. Die zitten, nou, als we even het voorbeeld van Veilig Thuis nemen. Daar zag je dus heel erg de verkokering en hoe moeilijk het is om samen te werken. Maar dat is nou precies waar deze wet voor in het leven is geroepen. Omdat... te doorbreken en die transformatie tot stand te brengen. Dus dat zal je uiteindelijk als doel voor ogen moeten hebben. En deze motie is bedoeld om te zeggen van jongens, we willen uiteindelijk naar die sociale wijkdienst toe en dat integrale werken. En hoe gaan we daar nou komen en wat hebben we daar nou voor nodig? En dan is een evaluatie van die portalen... is denk ik heel nuttig. Daar haal je natuurlijk van alles uit. En de evaluatie van de jeugdteams is ook heel nuttig. Daar leer je natuurlijk van met elkaar. Maar je moet wel weten waar je uiteindelijk naartoe wil. En ik hoor ook in het veld dat er nog te veel verkokering is. En dat er dus heel erg behoefte is aan aanspreekpunten in die wijken. En... ik heb ook nog niet helemaal helder hoe dat eruit moet zien. Maar dat is denk ik wat er juist onderzocht moet gaan worden. En daar willen we eigenlijk een soort pad voor hebben. En als er dan bedragen worden genoemd van ja, dat gaat 1 miljoen kosten. Dan ja, dat kan ik. Dat zou ik dan wel eens onderbouwd willen zien. Want dat kan ik niet begrijpen. Want uiteindelijk, die organisaties zijn er allemaal al. En die hebben al hun personeel en die doen al hun werk. Ze moeten alleen op een andere manier samen gaan werken. Dus dat is het idee achter de motie. En het is... we kunnen zelfs er een zin aan toevoegen dat het min of meer budgetneutraal moet gebeuren. Het is natuurlijk niet de bedoeling om daar nog eens een extra 1 miljoen voor uit te gaan trekken. Maar dat is volgens mij ook niet de insteek van dit verhaal. Wethouder Dries. Nou, dat laatste zou ik u zeker ontraden. Want als u het eigen plan onderver wil gooien, dan moet u het budgetair neutraal laten zijn. Want dat kan ik sowieso niet toezeggen. Ik denk dat wij met z'n allen... hetzelfde doel hebben. Laat dat even duidelijk zijn. Wij willen hebben dat straks goed geregeld is voor alle mensen van 0 tot 111. Want men wordt ouder dan 100, dus je moet het ruim zien tegenwoordig. Laat dat even helder zijn. Waarom ik zo reageerde, omdat wij gemeend hebben, en dat is ook in goed overleg geweest met u als raad, gemeend hebben van... even een tussenstapje. Tijdens dat onderzoek rondom schuldhulpverlening in relatie van Berenschot, zeg maar, dat onderzoek voor het ministerie. Toen gaf die onderzoeker ook aan dat ze het flink vonden van Tiel dat ze niet met het paradigma van wijkteams zijn mee gaan hobbelen. Want er waren 100 verschillende wijkteams of namen en 100 verschillende wijkteams qua vormen. We hebben toen gezegd, laten we dat nou niet doen. Laten we gewoon eventjes goed de zaak blijven volgen. Vandaar dat rapport, vandaar die evaluatie. Om uiteindelijk een goede
beslissing te kunnen maken. En dat kan betekenen, er komt een sociaal wijkteam, laat het even helder zijn. Hier staat niet een wethouder die tegen een sociaal wijkteam is. Ik heb alleen aangegeven van, probeer het dan te koppelen, en dat is misschien denk ik de relatie die we kunnen leggen, probeer het dan te koppelen met die evaluatie rondom de portalen. Want ook zorgaanbieders die in de regiegroep wonen, welzijn en zorg zitten van de gemeente Tiel, die geven ook aan van, het is maar goed dat wij niet allemaal die kant erop zijn gegaan, want het kan ook op een andere manier. Nou, en op dat andere manier moeten we even kijken of we daar kunnen vinden. Maar nogmaals, ik heb de tekst nog een keer gelezen. En dan blijf ik wel bij die motivatie, omdat hier echt staat voor het instellen van sociale wijkteams. En mijn advies is, wacht dan even, en dat gaat echt op redelijke korte termijn komen, wacht dan even de resultaten van het rapport af. Dat is eigenlijk mijn reactie. Dank u wel. Dan heb ik zelf nog twee kleine punten. Het punt van het overlast op het station, dat is denk ik goed dat we wij bespreken volgende maand in de commissie het uitvoeringsplan veiligheid. Dat we het daar ook gewoon even aan de kop pakken. Anders gaan we een beetje tegen elkaar inpraten. Dat gaat niet heel erg opschieten. Wat ik wel heb geprobeerd te zeggen zijn twee dingen. Eén is, het verlichtingsniveau is daar gewoon normaal. En twee is, het aantal meldingen is ook daar niet extra hoog. Het zal heus wel wat hoger zijn, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet, dan in een willekeurige woonstraat. Want het is natuurlijk immers een openbaar gebied waar veel mensen komen, et cetera. Zo geldt dat ook voor het horecagebied en de winkelstraten. Maar er is niet, het is niet zo dat er enorm veel meer meldingen zijn. Dat is de informatie die ik heb, maar ik ga dat nog een keer met het Veilige Wijkteam neerleggen. Het lijkt me goed om daar dan de volgende commissie even op terug te komen. Ja? Dan hebben we het punt van de WhatsApp. In het plan van aanpak van die social media is het ook zo dat we inderdaad juist ook kijken naar het interactief zijn van die social media. Want daar zit natuurlijk de meerwaarde. Dus dat geldt niet alleen voor de app, maar ook voor de andere social media. Dus Twitter en Facebook, et cetera. In het verleden hebben we natuurlijk dat vooral ingezet in het kader van zenden. En wat minder in het kader van ontvangen en reageren. Dus het interactieve. Dus dat nemen we in de breedte sowieso mee. Dat interactieve. En in die zin, ik zit nog even naar de tekst van de motie te kijken. Heb ik geen probleem vanuit het college met deze motie. Omdat je natuurlijk ook zegt van, nou ja, we willen WhatsApp in ieder geval inzetten in het kader van laagdrempelige interactieve communicatie. En u zegt ook zelf in de uitleg van de motie, nou ja, dat moet je wel op maat doen en doelgroepgericht. Dus niet zo van, jongens, en dat is denk ik een beetje de opmerking die van de heer Van Oosterwormaat. Je moet wel even nadenken hoe je het dan precies inzet en op welk moment en naar welke doelgroep. Maar met die uitleg kan ik wel met deze motie leven. Mevrouw Kreuk-Wilderman. Ik zal u even via WhatsApp een linkje sturen met een zeer uitgebreide onderzoek, rapportage van de pilot van Terneuzen. Heel fijn, dank u wel. Nou, kan ik dus een paar dagen mijn app niet meer lezen? Linkje, ja. Nee, maar even zonder dolle. Het gaat niet over Zwolle trouwens, maar over Terneuzen. Maar interactief gebruik, die kant willen wij ook heel graag op als college. Dus dit helpt alleen maar, is alleen maar ondersteuning van waar we eigenlijk mee bezig zijn. Als we met elkaar, met u een goed gesprek kunnen hebben over welke media we ook op welk moment gaan inzetten en hoe we daarmee omgaan, dan prima. Goed. Daarmee zijn we aan de behandeling en de besluitvorming toe van de moties. En het lijkt me goed, voor het gemak is misschien handig om even met mevrouw Sonneveld te beginnen in omgekeerde volgende. Maar ga ook, mevrouw Kreuk, we gaan ook even het debat met elkaar aan. Het is geen doel op zich, maar je hoeft nu niet allemaal netjes te gaan wachten tot iedereen één voor één het woord heeft gevoerd. Mevrouw Kreuk-Wilderman. Nou, dat wilde ik ook eigenlijk zeggen. Want ik zou eigenlijk nog ons amendement rondom de vernieuwende vorm van schoolzwemmen nog even willen toelichten. Voordat prima de partijen daar een oordeel over vellen. Ja, dus gaat u gaan. Ja.
Het was augustus 2016, dus nog maar een paar maandjes geleden, hè, dat de tribune heel vol zat. Er hingen allerlei spandoeken hier tussen die palen. En heel veel ouders en opa's en oma's die waren aanwezig. Er werden ook maar liefst 3000 handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de commissie. Voor het behoud van het schoolzwemmen. De ouderraden die spraken in en Sportplaza die kwam ook met allerlei steekhoudende argumenten waarom het schoolzwemmen zou moeten blijven bestaan. En er was wel een hele aparte situatie in de commissie. Want we spraken als commissie eigenlijk uit om met z'n allen te willen gaan kijken naar de mogelijkheden die er wellicht waren. En we wilden met elkaar die handschoenen ook oppakken. En er was een enorm saamhorigheidsgevoel ook binnen de commissie. En dat we met elkaar creatief en vernieuwend zouden kunnen gaan zoeken naar een oplossing om het schoolzwemmen te behouden. En dat hebben we ook verzocht aan het college met een motie. Ga in gesprek met de schoolbesturen en met Sportplaza en ouders. En dat is ook gebeurd. En daar is eigenlijk een prachtig resultaat uitgekomen. Want vanuit die gesprekken is naar voren gekomen dat Sportplaza tot het einde van de contractduur, en dat is tot 1 juli 2019, €25.000 per jaar wil bijdragen. Dus dat is eigenlijk een prachtig resultaat. Vervolgens zijn we met elkaar hier binnen de raad met een aantal partijen gaan puzzelen en gaan zoeken. En ook dat bracht ons tot een positief resultaat. Mede geholpen door de structurele extra kleinsmagelden. €260.000 ontvangen we jaarlijks voor de ondersteuning van jongeren. En Kleinsma gaf zelf al in communicatie aan dat deze gelden ingezet mogen worden voor zwemles. Goed, schoolzwemmen, nieuwe stijl. Vergeet ook het oude schoolzwemmen. Het diploma zwemmen voor kinderen uit minima gezinnen maakt namelijk onderdeel uit van die vernieuwende vorm van schoolzwemmen. En door met elkaar op een vernieuwende manier toe te kijken, zijn we in staat om en de bezuiniging in te boeken, en, zij het in een andere vorm en misschien wel beter en eigentijdser, het schoolzwemmen kan nou blijven bestaan. We bieden dan dus ook zwemonderwijs op maat voor alle kinderen. Ik wil graag hier in deze raad aangeven dat ik vind dat de gemeenteraad en ook het college perfect hun functie als omdenker hebben opgepakt. En dat laatste licht ik graag nog eventjes toe. Want omdenken is denken in termen van kansen en niet in van problemen. Het is een manier van denken waarbij de gemeente vanuit een integrale klantbenadering kijkt naar wat er is, de werkelijkheid, en wat daarmee zou kunnen. En ik hoop van harte dat dit amendement in meerderheid de meerderheid vindt. Rest mij nog eventjes terug te komen op het amendement zelf en wat wij het college vragen. Daarin ontbreekt nog de looptijd. En daarin moeten we dat punt denk ik nog eventjes aanpassen. Dat we het college tot het einde van de looptijd van het contract met Sportplaza schoolzwemmen in een vernieuwde vorm laten behouden door €45.000 uit de extra gelden minimabeleid te bekostigen en voor het jaar 2017, 18 en 19 €4.000 uit de algemene reserve te halen daarvoor. Maar misschien moeten we dan zometeen nog even officieel naar dat punt kijken dat de juiste woordjes daarin gebruikt worden. Maar er moet in ieder geval een termijn aangekoppeld worden, inclusief het feit dat niet structureel €4.000 uit de algemene reserve gehaald wordt, maar ook tot einde looptijd contract Sportplaza. Voorzitter, ik denk dat het slim is, er zal, schat ik in, nog wel een schorsinkje komen, dat wij dat even met z'n tweeën bekijken en dan integraal de nieuwe tekst nog een keer hier in de raad naar voren brengen. Ik dacht, we gaan lekker snel voor. De heer Van Overstrom. De aanvulling op het verhaal van mevrouw Kreuk. Het geeft hier twee jaar geeft ook mogelijkheid om te kijken van ja, kun je misschien ook maar op een andere manier nog invulling geven aan dat
van de financiering van dat schoolzwemmen. Er zijn bijvoorbeeld voorbeelden in de landen waarin een stichting wordt opgericht, waarin bijvoorbeeld ook sponsorgelden van de Rabobank of juist bedrijven die niet zo gezond lijken, zoals bijvoorbeeld McDonald's, bereid zijn om gelden te geven om ook een sociale en maatschappelijke gezicht te laten zien. En ik zou het heel goed vinden dat we ook die periode die u schetst, dat we die ook gebruiken om te kijken of op die manier ook voor de langere termijn invulling kunnen geven aan schoolzwemmen. Want we weten ook dat er misschien over 2,5 jaar als Sportplaza misschien een weg gaat of iets anders gaat gebeuren in het kader van een nieuw zwembad, dat misschien dat dan weer op losse schroeven zou staan. Dus laten we die tijd dan ook gebruiken om daar slim invulling aan te geven. Dank u wel. De heer Zuidema, op dezezelfde amendement. Ja. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb toch behoefte aan een kleine correctie op het verhaal. Ik heb van mevrouw Kleinsma wel begrepen dat haar verhaal ten aanzien van inzet van armoedebestrijding wel degelijk gaat om mensen in de minima en mensen aan de armoedegrens. En het generieke karakter en de eenzijdige voorstelling van zaken nu bij deze motie, dat het gaat om het mag van mevrouw Kleinsma, mogen die gelden gebruikt worden voor, denk ik dat het een eenzijdige voorstelling van zaken is. Het is wel degelijk bedoeld voor armoedebestrijding. Mevrouw Under. Als GroenLinks hebben we ook heel erg, echt heel erg met het amendement gezeten. Omdat wij ook principieel tegen waren dat we inderdaad, wat meneer Zuidema aangeeft, dat we gelden van die bedoeld zijn voor armoede dan nu ook gaan gebruiken voor misschien meer kinderen. Maar ik heb met een heel betoog gehouden waarin we aangaven dat ook de 120% en de 130% van de bijstand in een kans hebben op een armoedeval. En ik aan de ene kant zie ik met de toevoeging dat het een looptijd heeft tot 2019, zie ik juist ook een kans voor die kinderen in de 120 en 130% categorie om ze ook te ondersteunen hierin. Hoe denkt u daar dan over aan de categorie die niet in die armoedeval zit? Die dus niet bereikt wordt met uw motie dan? Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk een hele andere discussie. Ik begrijp wat u zegt en dat klinkt ook heel erg plausibel. Maar het gaat nu even om dat zwemmen en het gaat om waar is nou de motie voor bedoeld en waar is nou het armoedebeleid voor bedoeld. En de discussie om dat eventueel op te rekken naar 110, 120, 130% vind ik een andere discussie. Nee, maar ik heb nu specifiek over kinderen die dus geen zwemdiploma kunnen behalen omdat ze in die 120, 130% terechtkomen omdat zometeen het schoolzwemmen afgeschaft wordt. Dus het heeft wel een... Zag de heer Van Oosthoven. En de vraag is natuurlijk van hoe principieel wil je een discussie voeren? Want als je kijkt van wat het kost, als je puur aan de kostenkant kijkt, dan zie je dat die twee scenario's, zoals uw scenario als het scenario van PvdB, hetzelfde is. Wat wel zo is, is dat de minima waar we het dan over hebben, zijn zowel bij uw voorstel als bij de andere voorstel, worden daar zeker meegenomen, opgepakt en alleen... U gaat dan voor een diploma en de andere variant, waar ook een diploma wellicht aan vast zit, gaat vooral op het de zwemvaardigheid, wat ook uit de discussie het belangrijkste is. Het voordeel is wel dat je groepen die je zeg maar in uw voorstel dan eigenlijk overslaat, dat zijn de gehandicapten en zo bijvoorbeeld mensen die niet vanuit culturele zin gewend zijn om zwemlessen te hebben, waar heel vaak wel... problemen ontstaan op het moment dat daar te waterlating en dat soort zaken voorkomen. Die heb je dan wel in het voorstel van de PvdB. Ja, het klinkt een beetje gek als je het zo... Dat op... Het is gewoon het Maar het gaat om de intentie in de politiek, hè? Dat weet je. Dus ik zou zeggen, laten we nou niet... te veel met elkaar over die principiële politieke van wat is nou precies wel minima, wat is precies niet de minima. Laten we nou proberen om vandaag nou de goede dingen te doen voor onze inwoners. En we hebben het de hele tijd over burgerparticipatie gehad, beste mensen. Maar als je 3000 handtekeningen krijgt waarin toch duidelijk aangeeft dat heel veel mensen dit willen, vind ik ook wel een puntje om mee te nemen. De heer Zuidema. Dank u, voorzitter. Even voor de duidelijkheid, D66 heeft geen moeite met het principe achter de motie. Natuurlijk vinden wij schoolzwemmen belangrijk en vinden we dat we zoveel mogelijk kinderen moeten bedienen daarin. Het gaat ons vooral om het financieringsprincipe wat nu wordt voorgesteld. Daar zijn we het niet mee eens. Goed, we gaan even terug naar... Dit was naar aanleiding van de toelichting van mevrouw Kreuk-Wilderman. De heer Gradissen.
Ja, wij als PvdA worstelen nog mee, maar ik wil zeggen dat wij dezelfde worsteling hebben als die bij D66 merk, namelijk die van de bekostiging. Je haalt nu geld wat bedoeld is voor de bestrijding van armoede, die haal je weg en die stop je in een generieke maatregel. En dat geld wat nu bedoeld is voor armoedebestrijding, waarvan wij zeggen van zorg daar nou voor zwemles voor kinderen, die leidt er ook toe dat die kinderen uiteindelijk een diploma krijgen. Het grote nadeel van schoolzwemmen is dat maar een heel beperkte groep binnenkomt zonder diploma en weggaat met een diploma. Dat is, als ik de cijfers goed heb berekend, zo'n 15%. En daar worstelen we wel mee. Dus ik wil wel vragen aan de PVV, hoe kijkt u eraan? Waarom heeft u er geen moeite mee? We hebben vorige, dat is niet een verwijt, maar gewoon een vraag. We hebben vorige raadsvergadering een hele discussie gehad over het weghalen van zorggelden uit een zorgpotje. Nu doet u hetzelfde, maar dan met minimagelden. Waarom is dat dan minder erg, volgens u? Mevrouw Kreuk wil dan. Nou, ik heb net al aangegeven, laat nou alsjeblieft even het oude schoolzwemmen gewoon los. Er wordt straks iets nieuws aangeboden. En datgene wat jullie voor ogen hebben in jullie motie, een diploma voor de kinderen uit minimagezinnen, dat maakt ook onderdeel uit straks van het nieuwe schoolzwemmen. Dus wat jullie willen zit ook in onze motie. En daarom vinden wij het ook gerechtvaardigd om dat geld wat jullie willen besteden ook te besteden binnen het kanaal schoolzwemmen. Nou, kunt u dat toelichten door dit nieuwe schoolzwemmen? Ik neem niet aan dat het opeens op een andere manier aangeboden wordt. Ja, het wordt juist wel op een andere vorm aangeboden. Er zijn straks gewoon 3 modules. En dat staat ook in de toelichting van de motie. De eerste module bewijzen van voor de minimakinderen die nog niet kunnen zwemmen. De tweede module voor kinderen die niet onder de minima vallen, maar ook nog niet een diploma hebben. En de derde module voor kinderen met een diploma. Dus er wordt gewoon heel erg. Dus je kan feitelijk niet eens meer praten over een generieke voorziening, want het is juist op maat. Er is inmiddels, heeft de griffier ook de juiste tekst. Dus misschien goed dat ze die nog even voorleest van het amendement. Voorzitter, de tekst zoals mevrouw Kreuk heeft bedoeld, komt te luiden als volgt. Verzoeken het college schoolzwemmen in een vernieuwende vorm, en nou komt die, tot 1 juli 2019... tussen haakjes duur contract Sportplaza te behouden en dit te bekostigen uit het minimabeleid, €45.000, de sponsoring door Sportfondsengroep, circa €25.000, en het restant, zo'n €4.000, gedurende deze periode uit de algemene reserve. Dus toegevoegd wordt tot 1 juli 2019, tussen haakjes duur contract Sportplaza, en aan het eind gedurende deze periode. Dank u wel. Dat is dan de heer Gradissen. En nog een verduidelijkende vraag, verduidelijkingsvraag aan mevrouw Kreuk. Die 3 modules, ja, uiteindelijk is het wel één pot waaruit dat betaald wordt. Ik kan niet zeggen van minima gaat het dat gedeelte en. Want het is geen variabel bedrag wat er vanuit minima gelden naar dat zwemmen gaat. Het is niet de ene jaar 45.000, de andere keer 40.000. Begrijp ik dat goed of niet? Het is altijd consequent 45.000. Ja, eigenlijk hetzelfde budget wat jullie met de motie ook voorstellen. Ik heb begrepen dat er om de minima kinderen zwemles te kunnen geven, de generieke zwemles zal ik het dan maar even noemen, dat €45.000 kost op jaarbasis. Gaat het zo? En dat is mijn punt. Op het moment dat er minder kinderen zijn die zwemlessen dan vervolgens nodig hebben, minder minima, dan gaat dat geld naar het minimabeleid toe. In uw gedeelte, als we het doen zoals in de motie van de PVV staan, dan gaat dat gedeelte van het geld, als er dus minder kinderen zijn die onder die minimagroep vallen, gaat dat gedeelte van het geld naar de generieke zwemlessen toe. Dat is wel een verschil. Mevrouw Sonderveld. Maar mochten het er meer zijn, dan gaat nog steeds datzelfde bedrag er naartoe. Dus dat werkt twee kanten op.
Dat is waar, maar dan heb je ook nog de gelden uit, uit het sportfonds, wat er ook nog beschikbaar is voor minima. De heer Van Galen. Ja, bovendien is het volgens mij zo, u geeft aan als het er minder zijn, dat er dan gelden overblijven die terugvloeien naar het minimabeleid. Maar het gaat natuurlijk niet om het geld, het gaat om die kinderen die zwemmen leren. En via het voorstel van de PvdB gaan alle kinderen naar het zwembad en leren ze zwemmen. En je weet ook dat met name minimale groepen, kinderen daaruit, minder makkelijk uit vrije wil zwemles gaan volgen dan kinderen uit beter betaalde verdienende milieus. Dus met het voorstel van de PvdB bereik je wel alle kinderen. Dus het is een inclusief voorstel. Mevrouw Unde. Ik snap de PvdA heel erg, want we hebben hier echt zelf ook heel erg mee gezeten. Maar wat ons heeft overgehaald is dat we juist die groep hiermee ook gaan bereiken die net tegen die grens aan zitten en die nu gewoon buiten de boot gaan vallen. En dat heeft echt voor ons ervoor gezorgd dat we dachten, oké, dan gaan we dit aan tot einde contactperiode. Laten we dan meteen die periode aangrijpen ook om te kijken naar andere manieren om meer geld in te zamelen. En dan in juli 2019 hopen op een dekking vanuit de maatschappij zelf. En dat het gewoon kan blijven bestaan voor juist iedereen. Want die groep die die grens zit, daar maken wij ons zorgen om. Goed. De heer Gadesen. Ja, ter afsluiting, even voor de duidelijkheid. Wij zijn er als PvdA-fractie nog niet uit. Dus we hebben sowieso een schorsing nodig. Dus ik probeer hier van de andere partijen de informatie te krijgen. Dus dank u wel daarvoor. Dank u wel. Stel ik voor dat we even een ronde maken over de moties. En dan gaan we schorsen. Mevrouw Sonneveld. Dank u, of wilt meneer, u meteen voorzitter. Schorsen? Mag ook. Nee, eerst een rondje. Mevrouw Sonneveld. Nogmaals, dank u wel. Even voor de administratie. Sociaal Tiel heeft ook moties nummers 3, burgerparticipatie en 12 sociale wijkteams mee ingediend. Het zou nog wel eens kunnen dat we dat verder ook nog moeten gaan completeren. Misschien ontbreekt er nog meer. Nog even herhalen van mij. Burgerparticipatie nummer 3. Ja. En de sociale wijkteams nummer 12. Ja, dank u wel. Eigenlijk het grootste gedeelte van wat ik wilde gaan zeggen is al netjes voor mijn voeten weggemaaid. Dat is toch fijn, zelfs als je als eerste spreker aan de beurt bent. Alles waar we... Nou, we beginnen met het lezen van een enorme aantal moties die voorbij kwamen. En... die een enorme betrokkenheid laten zien en voor ons ook wel heel erg laten zien dat het hokjesdenken, wat soms nog heel erg lijkt te hangen, dat dat wel aan het verdwijnen is. Dat is ook een van de redenen dat we onze inclusieagenda hebben ingediend. En het is ook de reden dat wij het amendement schoolzwemmen van de PvdB ondersteunen. Zo min mogelijk hokjes of om iedereen een hokje. En wat mij betreft zo min mogelijk hokjes. We gaan dus onthokken en niet ophokken. De moties waar we bij zijn staan we gewoon ontzettend achter. En als anderen nog met argumenten komen om ons over te halen voor de andere moties, dan hoor ik het heel erg graag. Dank u wel. Gaan we even de omgekeerde volgende, de heer Gradissen. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Zo even... De amendementen en moties langslopen, daar waar ik nog wat wil zeggen. Amendement schoolzwemmen, ja, daar heb ik nog echt een schorsing voor nodig om daar met mijn fractie, met de PvdA, over te beraadslagen. Twee dienen wij mee in. De motie burgerparticipatie, die kunnen wij ook mee instemmen. Dat is nummer 3. Motie nummer 4, als de PvdB kan bevestigen dat ze op dezelfde lijn zitten als de burgemeester, dan kunnen wij die ook mee instemmen. Ik zie geknik, dus ik ga ervan uit dat dat goed nieuws is. Met motie 5 kunnen wij instemmen, de accountant van D66. Ach, die gas terugnemen, ja, dat was wel aardig van mevrouw Unde, begint al...
was een hele politieke move om meteen te zeggen, dan is de PvdA het daar ook mee eens. Ik heb tegen de gezegd, dan gaan wij met de fracties nog overleggen of wij het daarmee in kunnen stemmen. Dat is net een nuancering, dus daar gaan we ook in de schorsing over hebben. Tiny houses dienen we mee in. Motie 10 die, van de VVD over het woonbeleid, de VVD die houdt hem aan, of die blijft hem indienen, moet ik zeggen. Ja, ze dienen hem in, inderdaad. Blijven we mee steunen. Even kijken hoor. Ja, operatie Steenbreek, dat is wel echt een probleem inderdaad. Hè. De vele tuinen die bestraat zijn en daardoor de waterafvoer, dat we de waterafvoer niet goed kunnen regelen. Ja, het is een klein bedrag, dus wat dat betreft kunnen wij daar ook mee instemmen. Motie sociale wijkteams. Het is een beetje een meter worstelen. Wij staan daarbij als indieners ook. Ik vond de toezegging van de wethouder, ik zit even te kijken naar de indieners, is die toezegging van de wethouder eigenlijk al niet voldoende? Zou ik zeggen. Het is een goede toezegging, maar we handhaven de motie wel. Oké. Dan handhaven wij onze steun ook. Ja, die stimuleringsmaatregelen voor, daar wil ik nog wel een lans voor breken, voor het terugdringen van de leegstand. De heer Beijer heeft namens ons, namens de PvdA-fractie in het verleden ook aandacht gevraagd voor de leegstand en de huurprijzen en dergelijke. En wat ik zo zonde vind, is de reclamebelasting. Hè, de Hart van Tiel wordt nu betaald uit die reclamebelasting. En de reclamebelasting komt alleen binnen van winkelpanden die bezet zijn. Die hebben namelijk die reclameuitingen en die zorgen dus ook voor dat die reclamebelasting bij Hart van Tiel terechtkomt. Van die lege panden heb je alleen maar last. Ze staan leeg en ze leveren ook nog niks financieel bij. Dus alleen van daaruit al een soort van gelijktrekking ten opzichte van de reclamebelasting zou de PvdA graag willen zien. Dat er vanuit die panden ook wat wordt bijgedragen aan Hart van Tiel, juist om die winkelstad nog wat mooier te maken. Functioneel jongerencentrum. Daar hebben wij wat moeite mee, omdat die. Oh. Mevrouw Joustra hier. Ja, dank u wel. Mevrouw Joustra. Dank u wel, voorzitter. Ja, nog even een stapje terug voor ons. En dat is inderdaad met name over de motie van de aanpak winkelleegstand. Dat werd net aangegeven. Want wij zitten toch wel heel erg met het feit, en dat is ook inderdaad richting CDA, met het feit dat er nu inderdaad gesproken wordt over alleen de leegstaande panden. En u geeft inderdaad in eerste instantie geeft u al heel mooi aan van het is nu inderdaad alleen de gebruiker die inderdaad door middel van de reclamebelasting een heffing betaalt. Maar wij zouden zelf heel graag een verdeling dan ook willen zien en dat is inderdaad gewoon iedereen naar alle eigenaren. En nou, u haalt het al aan, maar dan kijk ik ook inderdaad richting CDA. Ik zou daar toch graag inderdaad een verduidelijking op willen, want wij vinden het vreemd dat er een keuze gemaakt wordt nu inderdaad voor alleen maar inderdaad de leegstaande panden. Want dan heb je geen eerlijke verdeling. Meneer Van Oostrom? Nou, dat er geen eerlijke verdeling is, ben ik het wel met u eens. Maar om andere redenen, denk ik. Waar het ons om gaat, is het volgende. Ik vond dat voorbeeld dat de heer Gadesje vertelde, dat is uit mijn hart gegrepen. Als je bijvoorbeeld kijkt, praktisch. Naar het deel waar bijvoorbeeld Ritual zit. Er is een nieuw pand, prachtig uit. Daarnaast ook een nieuw pand gebouwd, geloof ik, voor lingerieachtig iets. Ook een mooi pand. Hij komt er nooit, hè? Ja, hij komt er nooit. Het is bijna Sinterklaas, hè? Dus je kent het. Dit wordt uitgezonden. Ja, precies, ja. Ga ik het cadeautje al verraden eigenlijk, hè? Maar goed. Die panden, door de manier waarop ze dat opgezet hebben, dragen bij aan een beter winkelgevoel. Het ziet er mooi uit, het nodigt uit. Om verschillende redenen, begrijp ik niet. En als je dan een stukje verder kijkt, dan zie je het lelijke pand waar vroeger Free Record Shop in zat. En dat ziet er vreselijk uit. En dat draagt ook bij, alleen een negatieve zin. En waarom zou het dan moeten zijn dat dan de panden die vooral positief bijdragen, en die eigenlijk bijdragen tot een beter, mooiere, een actievere, leukere centrum van Tiel, dat die de rekening zouden moeten betalen. Als je ondernemer bent en je hebt een pand in een stad,
dan weet je dat je moet proberen om jouw eigen pand zo goed mogelijk ook te laten uitkomen. Want het is belang ook om, voor jezelf, omdat je kan makkelijker verhuren. Plus het belang van de stad als geheel. En je hebt tegenwoordig ook prachtige wetgeving. Ik zal hem even noemen, de wet BI Zones. Daar in ieder geval voor 5 jaar kun je ook collectief regelen met elkaar. Dat is wettelijk gewoon helemaal netjes vastgelegd. Als je collectief zegt, als alle winkeliers van Tiel zou zeggen, en we willen dat op een andere manier. Dus geen reclamebelasting op de manier zoals we dat nu hebben. Maar wellicht een manier waarop je ook de eigenaar van lege panden laat meebetalen aan een mooier en een beter binnenstad. Dat is mogelijk. Ja. En daar gaan wij voor. Mevrouw Joosten. Ik betaal alleen de ondernemers die er mooi in bij zitten. Ja, u heeft dat inderdaad gewoon net aanproberen te geven. Inderdaad gewoon puur voor de eigenaren van de leegstaande panden. Maar wat ik dan nog steeds mis in het hele geheel. Dat is die eigenaar van degene die dus wel het geluk heeft dat het pand verhuurd is. Dan mis ik nog steeds een schakel in die collectiviteit. Nee, want mevrouw Joosten. Ben ik misschien niet helemaal duidelijk geweest. Dus wij zeggen niet van, nou moeten de lege panden-eigenaren nu al dat gelag betalen. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat we met elkaar, dus dat alle winkelpanden in Tiel, alle eigenaren, alle gebruikers, mee bijdragen aan een betere binnenstad. En dat doen ze door mee te betalen. En dat geld gaat niet naar de gemeente Tiel. Dat gaat als soort subsidie terug naar het hart van Tiel. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de binnenstad er mooier en beter uitziet. Daar komen meer bezoekers daardoor. En als er meer bezoekers komen, komt er ook meer omzet. En uiteindelijk is de bal rond. En dan wordt het alleen maar beter. Dat kan niet anders. Mevrouw Joosten, daarna mevrouw Lodes en daarna even Gurp. Ja, u geeft het eigenlijk al heel mooi aan. Alle pandeigenaren. En dat lees ik niet terug in uw motie. En daarom hebben wij er zo moeite mee. Ja, volgens mij staat het wel in de motie. Want wij willen graag pandeigenaren ook mee laten dragen aan dit verhaal. Voor mij staat het erin, maar ik kan er zo nog wat ik tekst onder even kritisch naar kijken. Maar dat is wel de intentie van deze motie in ieder geval. Mevrouw Reuters. Ja, we hadden het er net tijdens de schorsing ook al even over van kan het wel. Maar dat heeft de heer Van Oosterom al uitgelegd. Dat schijnt dus te kunnen. Want wij hadden zoiets van ga je dan belasting heffen voor het hart van Tiel. Maar blijkbaar is daar een wet voor waar dat dan in past. Maar dan zouden wij toch wel heel graag willen zien opgenomen van wat je dan terugverwacht van het hart van Tiel. Want je geeft ze dan dus een bepaalde subsidie, maar daar mag je ook eisen aan stellen. Wat je dan verwacht dat ze gaan leveren voor dat geld. En dat missen wij ook een beetje in de motie. We gaan naar de heer Van Gurp, daarna de heer Van den Burg. Er staat in de motie dat u extra financiële bijdrage weg wil halen bij eigenaren van leegstaande winkelpanden. Ik begrijp inmiddels van winkelpanden. Nou is de eerste vraag die wij hebben, wat bedoelt u met extra financiële bijdrage weg gaan halen of binnen gaan halen? Hoe ziet u dat voor zich? Want ik neem aan dat er niet een soort boom voor de gevel staat waar het aangroeit, waar u het vanaf gaat plukken. De Oostrom. Als dat zou zijn, dat het probleem snel opgelost worden. Nee, een extra financiële baan. Als ik nou naar kijk, denk ik, ik had misschien beter iets anders kunnen formuleren. Ga ik dan straks in de schorsing even naar kijken. Het gaat er ons om dat het woord, ik had beter het woord ook kunnen gebruiken in deze motie. Met name de inzien, maar goed. Want dat doe je bijvoorbeeld door te kijken van, nou, nu heb je zeg maar reclamebelasting waarin de reclame aan de voorgevel bepalend is voor wat je betaalt. Je zou kunnen gaan naar een soort belasting waarin je zegt van nou, een soort OCB-belasting waarin je zegt van nou, we kijken naar de grootte van de vierkante meters. Je hebt kleine, middelgrote en grote panden. En naarmate of je middelgroot of klein betaal je wel of iets meer of minder belasting om uiteindelijk om dat uiteindelijk door te schrijven naar het hart van Tiel. Dus dat is een mogelijkheid. Dus het onderzoek is eigenlijk bedoeld om te kijken wat kan dan. En hoe ga je dat precies doen? Daar heb ik ook niet 1, 2, 3 heldere beelden bij. Maar dat zou een mogelijkheid kunnen zien. De heer Van Gurp, daarna de heer Van den Burg. Ik hoor u zeggen dat u gewoon de belastingen wilt verhogen. Ja, wel. Dat is wat we daarnet... Jawel, u zei daarnet dat afhankelijk van de grootte van het pand, dat u dan de belasting wil verhogen. Nee. Ja. Voorzitter, dan ga ik echt even in het geweer.
Dat heb ik absoluut niet gezegd. Ik heb het woord verhogen van belasting helemaal niet genoemd. Ik heb alleen gezegd dat je de belasting die je nu zeg maar binnenkrijgt, dat je dan zegt van dat je op een andere manier dat gaat inrichten, zodat ook de panden die nu leeg staan, die dus geen reclame hebben, dus ook niet meebetalen, dat die ook een bijdrage moeten leveren. Dat is onze intentie. De heer Van den Burg. Ja, ik zit ook een beetje op de lijn wat de PvdA zegt. Van nou ja, je hebt panden die daar reclamebelasting betalen. Dat zijn panden die bezet zijn. En je hebt panden die leeg staan en die dus in feite geen reclamebelasting betalen. Ik heb zelfs gehoord dat er initiatieven zijn om vanuit Hart van Til, dat de heer Van Inge een stichting voornemens is op te richten om juist de lege panden daarin een, een soort legitimiteit te krijgen om dan ook in die panden daar bepaalde activiteiten als dat zou kunnen mogelijk te maken en om dat mee te kunnen financieren. Ik wil u daar ook op wijzen, er is op deze maand is er een hele grote tentoonstelling, die is bij het SNS-Bank. Die is op deze manier eigenlijk al vormgegeven. Dus het loopt al. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar wezen kijken. En onze burgemeester hangt daar. En ik ondersteun uw vraag met onze fractie van harte, want ik begrijp nu dat er dus dan ook die binnenstad, want daar gaat het ook in feite om. Het is niet mensen allemaal geld uit de zak te troggelen, maar het gaat juist ook om juist die activiteiten in de binnenstad te vergroten en kansen te geven. Dank u wel, mevrouw Stoetenvlag. Ja, het is mij toch nog niet helemaal helder in verband met die reclamebelasting. De reclamebelasting wordt gegeven niet aan de pandeigenaren, maar aan de winkels. En nu ga je iets vragen van de pandeigenaren. En is dat alleen dan aan de pandeigenaren van leegstaande panden? En dan heb je daarnaast de reclamebelasting voor de winkeliers. Hoe moet ik die verhouding zien? Want ik haal dat niet uit uw mond. Nee, maar dat klopt ook. Omdat het woord onderzoek is eigenlijk het kernwoord in dit alles. Dat is iets wat we ook met elkaar moeten bekijken. Hoe ga je dat nou doen? Want het voordeel van reclamebelasting is bijvoorbeeld wel dat je de gevelreclame niet te gek groot maakt. Want daardoor ziet Tiel er mooier uit. Dus daar moet je wel iets mee doen. Maar de intentie is, en daar gaat het om, dat we zeggen dat alle eigenaren van de panden in de Tiel bijdragen in financiële zin aan een beter centrum van Tiel. Dat is de kern. En hoe we dat precies moeten doen, daar zitten best wat haken en ogen aan. Je noemt er eentje. Dat is absoluut waar, dat zie ik ook. Dus daarom wil ik ook tevens gelijk naar het college toe zeggen dat wij een goed idee vinden om er gewoon volgend jaar volledig vooruit te trekken. Zodat het eind van het jaar we ook richting de reclamebelasting, die discussie, dat we die daar ook bij kunnen betrekken. Dus laten we daar gewoon een jaar voor uitpakken om daar goed over na te denken. Maar de intentie is echt om iedereen bij te laten dragen aan een beter en een mooier centrum van Tiel. Juist. Wij waren bij de heer Gadissen en we gaan nu naar mevrouw Joostra. Of was hij was klaar toch? Of, nee, niet? Nou, dat is verondersteld. De heer Groen vindt dat ik klaar ben. Maar zo werkt dat niet natuurlijk. Nee. Ja, ik hoef er nog maar één te doen, want ik zal iedereen geruststellen. Want ik zit even te kijken, de inclusieagenda, ja, daar zijn we heel blij met de toezegging van het college om goed uitvoering te geven aan het VN-verdrag en alle facetten die erbij komen kijken en het gesprek aan te gaan met de doelgroep. Perelconstructies, nou, daar zijn de wethouder en ik helemaal nader tot elkaar gekomen, dus daar zal ik ook niks meer over zeggen. Dan blijft over het multifunctioneel jongerencentrum Tiel. Daar worstelen we mee in die zin. Normaal gesproken zou het zo mooi zijn als het bottom-up zou zijn. Hè? Dus de jongeren zeggen van wij willen graag een jongerencentrum. Die geluiden zijn er overigens ook. Die horen wij ook met mijn andere pet op in de werkgroep jongeren. Alleen nu gaan wij zeggen het moet dat en dat pand zijn. En daar hebben we wel wat moeite mee. Wij gaan dus bepalen voor de jongeren wat een geschikt pand zou zijn. Daar zit bij ons de worsteling. En waarom zou je dat niet breder kunnen onderzoeken en kunnen kijken van waar in Tiel zouden jongeren nou graag een jongerencentrum willen hebben? Dan draai je de vraag om in plaats van dat je zegt we gaan het voor dat pand specifiek onderzoeken. Mevrouw Joosten. Even als een reactie op u inderdaad over het jongerencentrum. Het is al een bestaand pand.
waarvan in het verleden met elkaar is afgesproken bij democratisch besluit om het inderdaad gewoon in de verkoop te doen in de toekomst. Maar wij zien ook dat het daar gewoon waarschijnlijk en ook door de ontwikkelingen gewoon moeilijk zal zijn om het pand te verkopen. Het wordt nu gebruikt, deels inderdaad door een groep jongere mensen. Het wordt ook door oudere jongeren gebruikt. Maar de basis van dit centrum is in het verleden jongerencentrum geweest. We hebben dus al een bestaand iets. Het is ook in een gebied inderdaad waar nog ook weinig is. En wij denken ook van dat als je het niet kan verkopen, zorg dan dat het gebruikt wordt. Want anders kost het inderdaad nog steeds erg veel geld. En dat zouden we gewoon zonde vinden. Dus vandaar niet alleen inderdaad gewoon de invulling voor waar het nu al deels door wordt gebruikt als jongerencentrum. Maar zet het ook breder in om het een goede functie te geven en niet kapitaal te vernietigen. Wat toch inderdaad dan geld kost zolang je het niet kwijt bent. Dat vinden we zonde. Heer Van den Burg. Ja, ik wil daar ook iets over zeggen, want ik weet nog dat het gebouwd werd en mijn buurvrouw die heeft daar de jeugd doorgebracht. En ik weet ook niet of ze geïnhaleerd heeft, meneer Van Spijk. Dus dat moet u na de vergadering maar vragen. Maar volgens mij rookt ze niet, dus dat zal wel loslopen. Dat is toen in de tijd als jongerencentrum gebouwd. Daar is ook de inrichting toen ook nagemaakt. Het jongerencentrum liep toen niet, is het aan een particulier verkocht. En daarna heeft de heer Zwart het gekocht met de plantage, teruggekocht van de markt, of tenminste de gemeente. En die heeft daar de faciliteiten voor gemaakt voor gedeeltelijk de plantage, de muziekschool. Daar is een balletzaal bijgebouwd, dat is nogal een investering. Er is ook een geluidsstudio waarin popbands kunnen repeteren. Ik moet u wel zeggen dat wij ook hebben ingestemd dat een aantal van zulke soort zaken in de West-Luidense Poort gehuisvestigd zouden gaan worden in de toekomst. Ik ben het met u eens dat het kapitaalvernietiging is, maar ik zou graag toch een wat bredere discussie willen hebben omtrent de wethouder en de West-Luidense Poort. En dan ook kijken van waar zijn dan ook precies die behoeftes na ten opzichte van een jongerencentrum. Want een jongerencentrum kost ook geld. En dat betekent ook dat we daar ook toezicht in moeten hebben, exploitatie van het pand. En om nu zo heel makkelijk te zeggen, we gaan dat even doen en we hebben daar een motie voor. Dat vind ik een beetje iets kort door de bocht. Ik zou daar wat een bredere discussie willen hebben het aankomend jaar. En daar nodig ik u graag voor uit. Om dat met mij dan op te pakken en dat we dat niet hier nu in een motie wel eens niet te zitten doen. Want er zitten veel te veel dingen aan die onzeker zijn. Goed, maar Waarle, meneer Gladissen. Nou, ik zou ook zeggen van betrek juist de jongeren daarbij. Want die zegt van het is in een omgeving waar niet veel is, ja ook niet veel huizen. Dus er is een vraag of jongeren daarheen gaan. Dus het zou wat ons betreft veel logischer zijn om aan jongeren te vragen waar ze een jongerencentrum zouden willen hebben. En niet hen op te zadelen met een pand waar ze misschien niks mee willen. Terwijl we ook nog andere panden beschikbaar hebben, ook als gemeente. Mevrouw Jouwstra, we waren sowieso bij u. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb al een deel van mijn punten zo inderdaad gewoon meegegeven. We hebben nog het punt woonbeleid. De motie van de VVD. We hebben eerder op de dag hebben we het antwoord van de wethouder ook gehad. En wij zien niet wat deze motie nu extra zou kunnen betekenen op hetgene wat de wethouder al heeft aangegeven waar men binnen de organisatie mee bezig is. En wij krijgen binnenkort een actieplan waar volgens ons inderdaad alles al in zit. Nou, dat was eigenlijk inderdaad hetgene wat voor ons op dit moment bleef. De rest hebben we net al gedaan. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar uw reactie. Meneer Van Gulp. In de beantwoording gaf de wethouder aan dat er behoorlijk wat ontwikkelingen zijn. Dat er heel wat projectontwikkelaars zijn. Er zijn voldoende initiatieven en er wordt voldoende gebouwd. Het zou hooguit dan richting een planning nog zo kunnen zijn dat daar wat te verbeteren zou zijn. Dus er schijnt voldoende te zijn, maar we concluderen dat het niet werkt. En naar onze mening onderstreept dat dus eigenlijk alleen maar het belang van de motie. Ja, voldoende voor u op dit moment? We gaan naar de fractie van het CDA, meneer Van Oostrom. Ja, voor zover mogelijk voor ja, de schorsing. Ja, zeker. Allereerst een korte reactie op het welzijn nieuwe stijl.
Wij hebben toch heel veel signalen gehoord, ook van mensen van onze eigen partij die zich druk maken om her en der bij wat vrijwilligers- en burgerparticipatieprojecten, dat toch wel de neiging ontstaat bij de welzijnspartijen om dingen die door burgers worden zijn bedacht om die over te nemen. Dus de wethouder gaf aan dat niet het bedoeling is, ook niet de bedoeling, en dat het ook niet zeg maar gebeurt, zover dat hij dat kan beoordelen. Maar we zullen dat wel heel kritisch volgen. We vinden dat wel een heel belangrijk punt. Dus dat echt ook dingen die door de inwoners goed zijn opgepakt, dat niet wordt overgenomen door een welzijnsorganisatie. Dat zou nooit de bedoeling moeten zijn. Met betrekking tot onze eigen motie heb ik gezegd dat het nu tot en met eind 2017 de bedoeling is om daarover na te denken. En ik hoop dat ik de intentie duidelijk gemaakt heb inmiddels. En dit verslag wordt ook goed in de slag kun ik dan laten lezen wat de intentie is. Dan denk ik ook niet dat het nodig is om die motie zelf nogal zwaar aan te passen. Omdat de intentie volgens mij inmiddels wel helder is. Terug naar de moties van andere partijen. Schoolzwemmen zijn we buitengewoon warm voorstander van. Dat is inmiddels duidelijk. Dus daar gaan we ook in mee. Nummer 1. Stop de verspilling. Hetzelfde. Burgerparticipatie. Dat zien we als een heel positief signaal om dat nog goed op te pakken. Ook intern. Dus om daar goed mee aan de slag te gaan. Daar zijn we ook voorstander van uiteraard. Dat hadden we al gesteund overigens. De appcare. Ja. Nou, als die in dezelfde lijn als de burgemeester is, vinden we hem prima. Maar mijn sceptisch zit, heb ik uitgelegd. Dus je moet zoveel mogelijk nieuwe media gebruiken om uiteindelijk in contact te komen met de inwoners. Met wel een winstwaarschuwing dat je wel dan moet zorgen dat die achterkant goed dicht zit. Want als uiteindelijk de vragen komt en er komt geen antwoord, dan roep je heel frustratie op. En dat is alleen maar jammer. De accountscontrole gaan we ook mee tekenen. De D66 Partij van de Arbeid variant van de diplomazwemmen gaan wij niet in mee. Het gas terugnemen, en dat is nu wat verandert. Daar zijn wij op zich niet op tegen. En, dus we zien het als een positief signaal. En dat, neem aan dat je ook gewoon hiermee het beleid van de Rijksoverheid wil volgen. En dat is prima. Tini Huis hebben we ja tegen gezegd. Woonbeleid ondersteunen we nog steeds. Omdat wij dat ook echt zien als een signaal. Van dat er met name bij de wat minder verdiende. Of mensen die net starten. Toch eigenlijk weinig of geen huizen te koop zijn. Zeker geen nieuwe huizen. Operatie Steenbeek. Ja, het probleem is echt een probleem. En we willen in ieder geval deze motie een kans geven om eens te kijken of de komende jaren daar een goede positieve draai aan te geven is. Want het is wel heel hard nodig. Dat is wel het verhaal. Sociale wijkteams, dat vinden wij te vroeg. Deze motie en te veel mitsen en maren. Dus die gaan wij niet steunen. Eens kijken, wat heb ik niks bijna allemaal gehad? Zo'n beetje. Het multifunctioneel jongerencentrum gaan wij ook niet steunen. De payroll constructie, ja, daar hebben wij toch wel wat vragen bij. In de zin van, ga je nu niet met een heel ingewikkeld verhaal iets proberen te regelen wat op zich volgens mij al redelijk goed loopt in de gemeente. Plus dat je misschien ook op het moment dat je zeg maar mensen zou moeten inhuren. Nou, laten we bijvoorbeeld op het schuldenhulpverleningsbeleid. Heel specifieke mensen die misschien daar wel heel erg van gecharmeerd zijn om via zo'n constructie zeg maar de werkzaamheden te doen. Of je die dan niet uitsluit met het verhaal van Partij van Arbeid. Dat is misschien een antwoord die ik nog kan krijgen. De heer Graas gaat meteen het antwoord geven. Nou, daarom hebben we de motie ook aangepast. We hadden eerst een motie rondgestuurd, ook voor de publieke tribune, waarin we zeiden helemaal geen payrollconstructies. Nou, daar kregen wij op terug van er zijn juist ZZP'ers die heel graag onder zo'n payrollbedrijf willen vallen, want dat biedt allerlei zekerheden. Waar wij moeite mee hadden, was het antwoord van het college, is wij kiezen voor de goedkoopste oplossing. En als dat, en dan ja, even heel kort door de bocht gezegd, hoor, voordat de wethouder begint te protesteren achter me. Maar zo'n beetje van als wij de WW-lasten kunnen omzeilen, dan gaan we dat overwegen. Daar hebben wij moeite mee. Wij vinden wel dat je als goed werkgever ook de regels van het spel, hè, die je als overheid met elkaar hebt afgesproken, dat je die daar ook aan moet houden. En dat je ook de sociale lasten zou moeten betalen, die ja,
waarvan de wetgever heeft betaald, die moet jij betalen. Dus daar gaat het om. Het is ons niet, absoluut niet de bedoeling om ZZP'ers moeilijker te maken. Daarom hebben we die motie aangepast. Maar gewoon alleen puur om te zeggen van de rechten die iemand vanuit de gemeentewegen zou moeten hebben op financieel gebied, inclusief de sociale lasten, die zou die ook moeten krijgen op het moment dat je als ZZP'er via zo'n payrollconstructie gaat werken. Dus niet die sociale lasten omzeilen. Maar ik krijg een beetje het gevoel van ja, dat u ons oproept om je gewoon aan de wet te houden. Dat is een beetje mijn punt. Want dat moeten wij natuurlijk mezelf ook werkgeven. Dat is iets wat wij natuurlijk ook moeten doen. Je moet je gewoon aan wetgeving houden. En wat u zegt, dat is ook gewoon zoals je in normaal verkeer met werknemers omgaat. Dus ik probeer een beetje te zoeken naar wat maakt het nou zo. Wat is nou precies de toegevoegde waarde van uw motie ten opzichte van het gewone beleid zoals we dat met elkaar gewoon in normale zin afspreken? Ik kan me als niet voorstellen dat de gemeente iets anders zou willen. Ik bedoel, natuurlijk moet je sociale werkgevers of sociale premies afdragen. En natuurlijk wil je goed werkgeverschap zijn. Maar ik zou het zo jammer vinden dat het voorbeeld wat ik net noem, dat dan niet kan. Omdat we iets hebben aangenomen met elkaar waar uiteindelijk bijna niemand weet van wat nou precies de crux zit. Dus ik zie hem nog steeds niet. Ja, Gladissen. Nou, volgens mij heeft de wethouder net aangegeven van wij kunnen de motie onderschrijven. Want wij hebben niet de bedoeling om die WB-lasten om die te omzeilen. Dus het antwoord was te cru. Nou, wij willen hier met deze motie een duidelijk signaal afgeven. Die WW-lasten die moet je gewoon afdragen. Je moet niet via een payrollconstructie proberen die WW-lasten te omzeilen. En dat is wat de motie inhoudt. En nogmaals, onze bedoeling is juist niet om die ZZP'er moeilijker te maken. Dat hebben we ook zo omschreven. Oostrom. Daar kunnen we natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Dat is helder. Ik bedoel, maar ja. Dus dan gaan we denk ik toch maar met die verhaal mee. Om discussie ook. Nou ja. Nee, maar je moet ook oppassen dat. Kijk, we bedoelen allemaal hetzelfde. Alleen ik vraag me soms wel eens af van het nut van deze motie, met alle respect. Maar ja, oké. Tielse inclusieagenda, het laatste. Ik vond het verhaal van de wethouder, het plan van aanpak. Dat eigenlijk de weg is waarop we op zouden moeten gaan, kunnen wij ondersteunen. Als dat ook uw weg is, dan kunnen we die ook ondersteunen. En tenslotte wil ik mijn collega aan de rechterzijde nog even de regenboogloper met u doorlopen. Mevrouw Sonstolk. Ja, dank u wel, voorzitter. Motie Regenboog. In deze motie, hoewel die sympathiek is hoor, wordt eigenlijk opgeroepen om ons specifiek in te zetten voor een bepaalde minderheid. En deze dus anders te behandelen. Voorzitter, ja, volgens het CDA is iedereen gelijk en zijn we hier principieel op tegen. Ook namens de grondwet, artikel 1, is iedereen gelijk. En daarom zou je zo'n motie ons inziens eigenlijk niet moeten willen. De heer Van Galen. Mevrouw Sonstolk heeft helemaal gelijk. Iedereen is helemaal gelijk en zou ook gelijk behandeld moeten worden. Dat laatste is helaas nog niet het geval, ook in Nederland niet. En daarom is dit een belangrijk signaal. Even kijken, we zijn vervolgens aangekomen bij de rol van de fractie en dat is OD16. Ik zal ze ook van boven naar beneden doorlopen. Schoolzwemmen hebben we het al over gehad en die hebben ook mee ondertekend. En dat ondersteunen we uiteraard van harte. Ook alweer vanwege het meer bewegen. Dat was nog een punt wat nog niet zo genoemd was. Maar ik zit vanavond erg op de gezondheid en dat vind ik toch ook een heel belangrijk aspect. Nee, wij zitten niet zo gezond te doen, dat klopt. Stop de verspilling overheidsgelden, dat kunnen wij ondersteunen. Burgersparticipatie hebben wij mee ondertekend. App Care hebben we ook mee ondertekend. Het accountantsverhaal, ik zou bijna zeggen, gaat een beetje boven mijn pet, maar laat dat graag aan de deskundigheid van anderen over, maar we ondersteunen hem wel. 6 is teruggetrokken. Omdat we 1 ondersteunen, ondersteunen we motie 7 natuurlijk niet.
Gas terug hebben we mee ondertekend, even als 9. Woonbeleid gaan we niet in mee, omdat wij de woonvisie is wat uitgebreider en die komt eraan. Dus daar wachten wij gewoon op en vinden deze motie nu niet relevant of opportun. Steenbreek hebben we mee ondertekend. Ja, sociale wijkteams, willen we graag, moet ik het goed zeggen, door laten gaan. En dat heb ik net al beargumenteerd waarom we dat willen. Er is ons echt veel aangelegen om dat integrale wijkwerk en zorg van poten te krijgen. Omdat je dan pas volledige participatie hebt. De weg ernaartoe zal nog lang zijn en daar zal ook nog veel over gepraat moeten worden. Maar wij willen met deze motie in ieder geval een richting aangeven waar het wat ons betreft naartoe zou moeten gaan. Regenboogloper, die hebben wij natuurlijk ingediend en hoop dat die binnenkort uitgerold kan worden. Geheimhouding, die houden we aan. Winkelleegstand, daar doen we niet aan mee, want we zijn er een beetje in dubio over en daar stemmen we tegen. Accountantsverklaring hebben we mee ondertekend. Multifunctioneel jongerencentrum. Had begrepen dat die eigenlijk niet meer ter discussie werd gesteld, dus ik wil er ook eigenlijk nu niks over zeggen. En de andere twee hebben we mee ondertekend. En niks over zeggen betekent u dat u die niet steunt, die motie van 17? Ja, dank u wel. Dan komt er bij de fractie van de ChristenUnie, mevrouw Stoetenvlag. Dank u, voorzitter. Ik ga alleen in op de moties die we niet mee hebben ingediend. Of amendementen. Dan gaat het over de renundatie, accountantscontrole, moeilijk woord. Wij hadden toch wel een beetje het idee dat het een beetje een dubbeling was met stopverspilling overheidsgelden. Maar desalniettemin kunnen we ermee instemmen. Dan steunen we het amendement schoolzwemmen, dus de andere niet. Met de omvorming van de motie naar energie-neutraal zijn we het van harte eens. Ook wij willen graag dat daar zoveel mogelijk winst wordt gehaald. Dan krijgen we de regenboogroper. Nou, we zitten op de lijn van het CDA. We hebben het idee van, is het niet gewoon symboolpolitiek? Moet je dan niet voor straks voor elke minderheid die nog niet gelijk behandeld wordt een apart symbool gaan neerleggen of nemen? En wat wij ook al in mijn betoog heb ik het laten zien, wat vooral ook bij ons een motivatie is, is dat de regenboog voor ons een christelijk symbool is. Dat is een teken van Gods belofte dat er nooit meer een zondvloed zal komen. De regenboog staat daarmee voor Gods trouw en vergeving voor de mensheid in al zijn gebrokenheid. En het is onze wens dat de regenboogloper, mocht hij er komen, ook daarvan een getuige mag zijn. Ja. Ja, dat kan, maar dat doen we in deze geval niet. Omdat we zeggen van, dan moet je ook misschien, want het staat toch wel meest voor het teken van een bepaalde minderheid. En dan zeggen dan, ja, waar is het eind dan? De aanpak winkelleegstand, ja. Nou, u zult van mij weten dat ik met de binnenstadsvisie zelf heb gepleit voor een leegstandsbelasting. Daar zijn we eigenlijk door allerlei onderzoek van teruggekomen. Maar met de uitleg dat het dan voor alle eigenaren zou gelden, dus niet alleen van de leegstaande panden, maar dat zou ik dan toch in de motie veranderd willen zien, want er staat toch echt alle leegstaande panden genoemd. Alle eigenaren zou het dan moeten worden, dan kunnen wij er van harte mee instemmen. Dan hebben we nog de payrollconstructies, daar gaan we niet in mee. Dank u wel. En nummer 17? Oh, ik dacht dat die aangehouden was. Nee. Dan gaan we er niet in mee. Dank u wel. Dan komen we bij de fractie van de VVD. Even kijken, met betrekking tot het schoolzwemmen. Daar hinken we op twee benen. Dat kan niet, maar dat
blijft nog wel even lastig. Stopverspilling van overheidsgelden, daar kunnen we mee instemmen. Burgerparticipatie, ook daar stemmen we eigenlijk wel graag mee in. Al was het alleen maar om er op de een of andere manier ook een beetje bij te blijven. Dat we ons ook weer niet overal mee moeten bemoeien. Het moeten met name zaken zijn die door onze inwoners worden aangedragen. En dat we daar wat structuur in zouden willen aanbrengen, dat dunkt ons heel verstandig. De motie met betrekking tot AppCare, daar is bij ons geen draagvlak voor. Het blijft toch nog wel redelijk onduidelijk en de vraag is waar het uiteindelijk ophoudt. Misschien kunnen we dan ook meteen Instagram toevoegen en er zijn nog heel veel meer platforms. En je moet je op een gegeven moment afvragen of je dat niet meer wilt geleiden en je communiceert via 1-2 wegen. En dat moet dan voldoende zijn. Even kijken. Energie neutraal in combinatie met een motivatie omtrent gas. Nee, daar kunnen we niet in meestemmen. Tiny houses, daar is onze fractie over verdeeld. Er is de fractie over verdeeld. De meerderheid is voor. Ik sla 11 heel even over. Sociale wijkteams. Wij denken dat dat te vroeg is. En eigenlijk toch nog voor de zekerheid even een vraag aan de Partij van de Arbeid. Want u zei dat u hem mee in heeft gediend. Alleen ik kan dat in wat wij in onze stukken hebben niet terugvinden. Maar wellicht dat niet helemaal juist is. Michalissen. Ik heb begrepen dat daar iets mis is gegaan in de communicatie. En op het origineel staan wij wel. Sprak de griffier naast mij. Ja, gaat u verder? Even kijken, het multifunctioneel jongerencentrum, mede met de motivatie als door de heer Van den Burg aangegeven, gaan we daar niet in mee. Payrollconstructie, ja, wat ons betreft niet. En de Tielse inclusieagenda ook niet. Niet zozeer, dat is misschien wel even goed om te melden. Er zijn natuurlijk wel al een aantal dingen die op dat vlak gebeuren. Het is niet zo dat er helemaal niets gebeurt. En met de huidige stand is dat in ieder geval voor ons voldoende. Wat natuurlijk nooit wil zeggen dat je niet meer zou kunnen doen. Maar het maakt in ieder geval niet dat de VVD-fractie de motie zal ondersteunen. Dan hebben we operatie Steenbreek. Daar kunnen wij in meestemmen. Het laat in ieder geval de vrije keus aan eigenaren. En het gaat met een insteek van een positieve stimulus. En daar ontbreekt het ons eerlijk gezegd een beetje aan bij de aanpak winkelleegstand. Wij zijn daar geen voorstander van, omdat de wijze waarop het benaderd wordt, op zich met het doel wat voor ogen is, daar hebben wij niet zo heel veel bezwaar tegen. Maar de manier waarop het benaderd wordt, is wel haast, straf is misschien een groot woord, maar je zult maar winkeleigenaar zijn, pandeigenaar zijn en vervolgens toch op de een of andere manier meer geld moeten gaan betalen dan je wellicht voor ogen had. Terwijl je ook op een andere wijze wellicht dit soort eigenaren zou kunnen stimuleren. Daarnaast is het zo dat de visie op de binnenstad er ook nog niet helemaal is. Het is heel goed denkbaar indien je wat flexibeler omgaat met bestemmen, pandeigenaren tot de conclusie komen dat als ze daar niet pertinent een winkel in hoeven te huisvesten of een vorm van detailhandel, met andere dingen uit de bus zouden kunnen komen. Dat is een andere manier van het benaderen. En dat is niet alleen maar geld ophalen omdat je toevallig één of meerdere panden bezit. Dus voor ons een reden om daar eigenlijk deze wijze mordicus tegen te zijn. Ik heb bij u nog even gemist, motie 13. U heeft gelijk, daar heb ik inderdaad niks over gezegd. Daar liep de VVD-fractie niet warm voor. Die steunt u niet, begrijp ik. Dan komen we bij de fractie van GroenLinks, mevrouw Under. Dank u wel. Amendement 1, ja, enig amendement, dat hebben we net al betoogd. Daar gaan we in mee. Omdat we dus inderdaad een bepaalde groep ermee bereiken ook. Stop overheidsgelden kunnen we ook in meegaan. Burgerparticipatie ook. AppCare ook. 5 ook.
Kom op, meneer de Griffie. 5 ja. Nou, 7 dan niet, omdat we met 1 meegaan. 8 hebben we zelf en 9 is ook van ons. 10 willen we ook in meegaan. Ik had wel de opmerking erbij geplaatst. Kunnen we dan meteen niet de woonvisie ook meteen als moment nemen om te herijken, omdat dat een proces wat tegelijk gaat. Dus misschien kan het college het eventueel meenemen. 11 gaan we hebben ingediend. Sociale wijkteams, die gaan we ook ondersteunen. Vooral ook in het kader dat we dan alle kaarten op tafel hebben en later op een gegeven moment een weloverwogen keuze kunnen maken. Doordat we weten hoe het met alle teams eigenlijk staat. Regenboogloper zijn we bij. Winkelwezen, ga ik even beraadslagen. 16, zijn we daarbij? Ja, zijn we bij. Ik weet niet eens meer zoveel moties. 17, is het aangehouden of niet, 17? Nee? Oké, dan nee. 18 staan we bij en 19 ook. En ik vind eigenlijk, ik wil nog even een opmerking plaatsen bij de VVD. U gaf aan dat er al veel wordt gedaan. Nou, dat delen wij niet, omdat net nog die nieuwe brug is gebouwd waar mensen met een rolstoel weer van afrollen. Dus dan vragen wij ons af, in de verkeerde richting weer. Niet naar boven, maar omlaag. Dus in hoeverre wordt het dan blijkbaar aangedaan in inclusiviteit in de maatschappij? Daar hebben wij nog vraagtekens bij. Mevrouw Under, zou u zo vriendelijk willen zijn om 3, 4 nog een keer te noemen? Ja, dat was ja. Zo snel. Ja. Ja en ja. Dank u wel. Fractie D66 is helemaal. Dank u, voorzitter. Ik zal me beperken tot de moties waar we niet bij staan. Die eerste, daar hebben we de schorsing straks voor nodig. De tweede, daar kunnen we ons in vinden. We hebben wel wat moeite met de formulering, maar we snappen de strekking en de intentie die de motie uitspreekt, dat kunnen we onderschrijven. Burgerparticipatie, in eerste instantie was dat niet, maar door de interpretatie van de burgemeester konden wij daarin meegaan, omdat die wel veel meer ruimte biedt dan de manier waarop wij hem in eerste instantie hadden gelezen. AppCare niet, dat gaat te ver, is iets te snel, er zijn de kosten nog onduidelijk en er is al voldoende opgetuigd, ook VVD betoogde dat. Dan even kijken, 5. Hebben we mee ingediend. Ik wil er nog even bij aanvullen dat het onderscheid met nummer 2 is hier dat het een regioverhaal is. Dat we hem regionaal insteken en daarmee dus het college op pad sturen om breder te kijken dan alleen de gemeente Tiel. Omdat daar wat ons betreft ook waarschijnlijk meer te halen is dan. Even kijken, dan gaan we naar 8. De verandering van gas naar energie neutraal vinden we een goede. Daar zijn we door overtuigd. Gaan we in mee. De tiny houses ook. Het woonbeleid, ook hier met de uitleg erbij, die het toch wat ruimer maakt nog. Wat straks in de discussie ook naar voren is gekomen. Goed, daar stonden we al bij. Operatie Steenbreek kunnen we ons in vinden. Sociale wijkteams niet. Dat komt te vroeg. Is nog te onduidelijk. Het beleid is nog midden in de ontwikkeling. En als je het hebt aan de ene kant over piep en kraak en aan de andere kant over de zorg rondom GGD, et cetera, veilig thuis. En daarna ga je meteen al dit oprekken, vinden we niet slim. Dus doen we niet. De regenboogloper, ja. Als je ergens een D66-site opent of wat ook, dan kom je al heel snel de regenboog tegen. En alle kleuren van de regenboog en alle kleuren van beleid en mensen die eraan mee mogen doen, enzovoort. Dus als iets een ding is van ons, is dat het wel. Maar er zit toch wel een paar maren aan, voordat ik daar een uitspraak over doe. Welk probleem wordt hier nou eigenlijk mee opgelost? In ons idee niet. Het is een intentie, het is een aandacht vragen voor. Nou, daar is niks mis mee. Maar het lost niet echt een probleem op. En is er dan behoefte aan? Wat ons betreft zou het minstens zo interessant zijn als dit een burgerinitiatief was geweest. En dat je aan een aantal inwoners zegt van, goh, ja, leuk, we bedenken met elkaar een plek waar het ding kan liggen. Of die nou voor een christelijke kerk moet liggen of voor de West-Lijnse Poort, is ons wat dat betreft om het even. Maar het moet inderdaad geen symboolpolitiek dingetje zijn. Ik bedoel, van de week is er ook zo'n ding beklad al, daar word je ook niet vrolijk van. Bovendien is €800 voor een pot verf en een paar gekleurde strepen wel erg veel. Waarmee niet gezegd is dat we hier tegen zijn.
Nogmaals, het is echt een D66-ding om aandacht te vragen voor iedereen. Iedereen heeft zijn plek hier op deze aardbol. Maar met een toevoeging van burgerinitiatief of inwonersinitiatief zouden we hier volmondig ja tegen zeggen. Dus wacht hier nog even de stemming af wat anderen hiermee gaan doen. Aanpak winkelleegstand hebben we samen gedaan. Accountantsverklaring ook. Dat multifunctioneel centrum, ja, eigenlijk jammer. Ik ben het wel eens met de motivatie van de Partij van de Arbeid die zegt van laten we nou eens breder kijken naar wat jongeren willen. Dat afzetten tegen de mogelijkheden van eventuele leegstand en in breder verband kijken wat we daarmee kunnen. Dus daar gaan we niet in mee. De payrollconstructie wel met de verruiming en de uitleg van met name de PvdA. En de inclusieagenda ook met de interpretatie dat ook het college zegt, ja, we zien wel dat hier iets kan gebeuren, we zijn ermee bezig, we kunnen niet alles tegelijk. Maar er zit nog wel beweging in. Ik vind het wel belangrijk om hier aandacht aan te besteden, dus ook daar gaan we in mee. Dank u wel, we hebben de fractie van de PvdB. Ja, dank u wel. De eerste vier gaan wij natuurlijk in mee, omdat we ze zelf hebben ingediend. Dan komen we bij 5, die willen wij ook mee indienen. Renudatie, accountantscontrole. 6 is ingetrokken. 7 gaan wij niet mee indienen. Gas terugnemen, naar aanleiding van dat de tekst is gewijzigd, dat het op een nul energiemeting is, staan wij ook achter, kunnen wij ook positief in zijn. Tiny houses hebben wij zelf ook mee ingediend. Woonbeleid, VVD, dat willen wij ook ondersteunen. Dan operatie Steenbeek ook. Dan de sociale wijkteams. Dat willen wij ook toch in de discussie zoals OD 16 ze heeft gevoerd. Dat we daar nog geen miljoenen voor uit gaan geven. Maar toch wel al een exercitie maken naar de toekomst toe. En ja, wij zien iets minder beren op de weg als D66 over de regenboog lopen. Dus wij ondersteunen hem ook. En we hopen ook dat Paul de Leeuw komt openen met dat hele mooie liedje. Ik dacht dat nummer 14 is aangehouden. Ja, dat klopt, hè. Dan de aanpak van de winkelleegstand. Daar zijn wij voorstander van. De heer Van Oostrom heeft ons overtuigd. Alleen, ik zou toch nog wel even met u willen kijken in de pauze over textueel. Om nog meer mensen tevreden te maken betreffende dit punt. Want ik vind dit toch heel belangrijk. Dat we die middenstand, maar ook de winkels in de binnenstad, dat we die en ook het wonen, dat we dat aantrekkelijk blijven houden. De accountants verklaren bij de jaarrekening, gaan wij ook mee akkoord. Dan vinden we het jammer dat ProTiel nummer 17 niet aanhoudt, maar blijft indienen. Want we hadden het liever gezien dat we daar een wat andere discussie over zouden krijgen in het loop der jaar. Dus wij zijn eigenlijk er nu tegen om dit positief te bestemmen. De payrollconstructie, daar hebben wij hele discussies over gehad intern. En daar zijn wij ook negatief over. En dan punt 19, de Tielse inclusieagenda. Dat willen wij ook mee ondersteunen. En die hebben we ook mee ingediend. Dank u wel. We hebben in ieder geval al heel veel helderheid gekregen. Dan is de wens door een aantal van u geuit om even te schorsen. Dat gaat dan met name nog over amendement 1 en over de tekst van motie 15. Veel meer dingen waren er volgens mij niet. Hoe lang heeft u nodig? Kijk dan even naar de heer Gradissen en... Ja, ik zou zeggen 10 over. Schors de vergadering voor een kwartier.